De Keizerlijn lijkt definitief niet terug te keren naar Gelderland. De Kreis Kleve gaat hier geen geld en moeite meer in stoppen. Dat komt omdat de provincie Gelderland niet mee wil werken aan een onderzoek naar reactivering van de spoorlijn. Maurice Nieste van de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij zegt dat de stichting teleurgesteld is door het nieuws. Ook hoopt hij dat de provinciale statenverkiezingen leiden tot een groter draagvlak voor de spoorlijn. Het tracé dat zou moeten lopen tussen Kleve en Nijmegen was een doorn in het oog van de gemeente Bergendal. In het coalitieakkoord staat dan ook dat er deze coalitieperiode geen spoorlijn komt door de kern Groesbeek. Sylvia Fleuren, verantwoordelijk wethouder, kijkt liever naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Ook noemt ze een trein door Groesbeek voor veel inwoners onacceptabel. Tot de verkiezingen hoopt Nieste dat Kleve haar standpunt wijzigt.